Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding. En het thema voor dit jaar is In Vrijheid Kiezen. Nou heb ik het genoegen om in aanloop naar die viering van 5 mei gesprekken te voeren met 8 mensen die een link hebben met Flevoland en die een mening hebben over het thema Kiezen in Vrijheid. Vandaag zijn de vrijheidsstoelen neergezet in Lelystad en heb ik een gesprek met Willy van der Most. Hoi. Hallo. Hallo. Willy. Vrijheidsstoelen. Waar wil je zitten? Deze. Ja? Ja. Ik ben Willy van der Most. Ik ben afdelingshoofd kennis en collecties van Batavialand in Lelystad. Willy, jij wordt de ambassadeur van Flevoland genoemd. Het geheugen van Flevoland. Mm-hmm. Waarom? Ja, ik denk dat dat komt omdat ik altijd zo trots ben op Flevoland en zoveel over Flevoland vertel en schrijf. Waar komt je liefde voor Flevoland vandaan? Het is gewoon heerlijk om hier te vertoeven. Ja, de ruimte. Het wonen. Heeft de ruimte ook met een gevoel voor vrijheid te maken? Ja, ja zeker. Ja. Ruimte is vrijheid voor mij. Kiezen of vrijheid? Kiezen. Waar komt deze vandaan? Ja, de Roospolder. Dat is een van die vliegtuigwrakken die opgegraven zijn. Meneer Zwanenberg was bergingsofficier. Ja. En die heeft alle vliegtuigwrakken met zorg opgegraven. En die heeft getraceerd wie er eigenlijk aan boord zaten van zo'n vliegtuig. En die mensen zijn allemaal weer uitgezocht en gevonden en herbegraven. Ik vind het heel belangrijk dat je kunt kiezen wat je wil doen in vrijheid. Dat je recht hebt om na te denken over wat je belangrijk vindt in je leven. Dat je zelf keuzes kunt maken. En dat kun je gelukkig in Nederland. Kijk, dit is het studiecentrum waar iedereen komt om onderzoek te doen. Vrijheid of veiligheid? Veiligheid is eigenlijk een onderdeel van de vrijheid. Nou, zag Flevoland er in de Tweede Wereldoorlog niet uit zoals het er nu uitziet? Nee. Hier zie je de polder zoals die helemaal ingericht nu is. En dit is er later bijgekomen? Dit was allemaal water. Ja. En de vliegers die overgingen in de Tweede Wereldoorlog, die gebruikten eigenlijk de Noordoostpolder en Urk als een richtsnoer van waar ze op aan moesten vliegen. En daarom is het ook zo dat al die vliegtuigwrakken hier allemaal gevonden zijn, ook in de polder. Ik denk dat vrijheid brengt dat je jezelf het beste kunt ontwikkelen. Van de Tweede Wereldoorlog bestond Flevoland niet zoals het nu bestaat. Mm-hmm. En toch heeft het een hele belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld, als ik het heb over NOP, wat zeg jij dan? Ja, Nederlands onderduikersparadijs. Er hebben zo'n 20.000 mensen zijn daar ondergedoken geweest. En die hebben daar gewoon in de arbeiderskampen verbleven. Soms omdat ze een loyaliteitsverklaring niet wilden ondertekenen. Of ze wilden niet werken in Duitsland. Of ze waren Jood. Dus ze moesten wel onderduiken. Wat moet ik onder een kamp verstaan? Bij kampen denk ik aan een barakkenkamp. Waar je gewoon een zalen had. Met bedjes, dat we 6 mannen op één zaal sliepen bijvoorbeeld. Die foto daarboven? Nou, dat was wel een beetje hoe de polder eruit zag op dat moment. Hè? Drooggevallen, moerasandijving. Delen of geven? Delen. Okay. Nou, dat onderduiken was eigenlijk geregeld, min of meer geregeld, door de hoge ambtenaren van de directie van de Wieringermeer. Die hadden met de Rijkscommissaris Zeiss Inquart eigenlijk afgesproken dat de voedselvoorziening door moest gaan en dat de landbouw door moest gaan. En dat was nou net eigenlijk het hoofddoel van het maken van de polders. Om die polders geschikt te maken voor de landbouw. Herdenken of vieren? Vieren. Na de oorlog was er een streng selectiebeleid over wie dit gebied wel in mocht om te werken en wie niet. Ja, want ja, er waren zoveel boerderijen om uit te geven. En dat keuzes maken, dat werd eigenlijk ook wel een beetje ingegeven door de wens om mensen in de polder te krijgen die zouden slagen. En die mensen werden dan geselecteerd. Dat voelt niet echt als vrij. Nee, dat was zeker niet vrij. Er zijn ook nog wel vragen over gesteld in de Tweede Kamer door Anne Vondeling. En die zei, ja, dit spoort helemaal niet met artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om je vrij te mogen vestigen waar je wilt. Dus hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Nou, vrijheid is wel heel belangrijk. Ja, ik vind gewoon zonder een ander lastig te vallen, maar zelf wel doen wat je wil doen. Dat is wel echt iets wat gewoon ingebakken zit. Wat heel belangrijk is.